Hoi, leuk dat je weer kijkt naar mijn kanaal Mrs. Beauty Scene. Ik ben Debbie en vandaag heb ik geen beauty video, maar juist iets over mode. Ik hou van shoppen, wie niet eigenlijk, en ik hou van mode en mooie kleren. En vandaag ga ik jullie laten zien wat ik vorige week bij de Zara heb besteld. Dat moet ik eerlijk zeggen, de bestelling is al een paar dagen binnen, maar ik heb nog niet alles uitgepakt. Ik heb sommige dingen wel al uitgepakt, ik heb ze zelfs ook al gedragen. Maar ik laat ze toch nog even zien, want er zijn ook nog een paar items bij die ik heb gekocht, maar ik weet niet of ik ze ga houden. Dus dan kunnen jullie misschien even mee beslissen, want ik heb nog wel eventjes de tijd voordat ik alles weer terug kan sturen. Nou, niet alles, maar de dingen die ik niet wil natuurlijk. Het ligt allemaal daar, op het bed. Maar ik denk dat het handig is als ik het gewoon eventjes ga aantrekken, want anders zie je het allemaal, ja, dan kan ik het wel omhoog houden, maar wat heb je eraan? Als je het aanziet is het natuurlijk veel leuker, dus laten we beginnen. Ik weet niet waar ik mee beginnen, maar dat waar ik mee ga beginnen, maar dat zie je wel. Nou, laten we beginnen met dit jurkje. Dit is echt mijn favoriet jurkje, want ik heb het al een paar keer aangehad. Het is wel kort, moet ik zeggen. Het is een beetje een dierenprintje. Het is niet echt een dierenprint, want volgens mij heeft geen enkel dier zo'n vel. Maar goed, het maakt ook niet uit. Je kan ook dit nog dichtknopen. En het is getailleerd. Het is dus inderdaad wel kort. Nu heb ik er ook geen panty onder nu, maar dat kan natuurlijk wel. En deze laarsjes, die heb ik ook bij Zara vandaan, maar die zijn alweer van een tijdje geleden. Dus ik denk niet meer dat ze die precies hebben. Maar het jurkje is echt heel erg leuk. En ja, daar ben ik dus echt fan van. Die blijft er sowieso, die hou ik. En ja, ik vind het een aanrader. Dus ik ga ook nog eventjes in de comments bijzetten waar welk nummer het heeft. En welke prijs. Dan kun je het misschien ook vinden in de online shop. En anders gewoon in de winkels natuurlijk. Nou, dit jurkje is ook echt heel erg leuk. Komt ook bij Zara vandaan. Ik heb het alleen niet vorige week gekocht, maar al een paar weekjes geleden op Ibiza. Maar het is nog steeds te koop in de online shop. Het is een wijdvallend jurkje. Ook best wel weer kort. Ik doe er meestal een riempje omheen. Dat vind ik iets leuk, maar het kan natuurlijk ook gewoon zo. En het is ook echt heel erg leuk gewoon met een maillot bijvoorbeeld. Of met een panty eronder hoor. Want nu blote benen, dat is natuurlijk een beetje over. Hij is opgesloten. Er zit een ruche hier. En er zit ook een soort van panterprintje in rood en zwart. Ja, en hij zit heel erg lekker. Wel kort zoals ik zei. En ik ben helemaal niet zo lang. Ik ben maar 1,65. Dus als je echt langer bent is het volgens mij net... eigenlijk een beetje te kort. Maar goed, ik vind hem dus heel leuk. En ik heb hem ook al heel vaak aangehad. Ook foto's en zo. En iedereen vraagt altijd, waar komt het vandaan? Nou, bij Zara dus. Oké, dit is ook een jurkje. En het is een, ja, een soort knoopjurkje. Want er zit hier, het is eigenlijk een soort van... Het lijkt meer een regenjas. Want hij heeft zeg maar een double-breasted. Dus twee knopen hier en hierboven. En er zit een knoopcintuur omheen. Het is niet echt een wikkeljurkje. Wat ik eigenlijk wel dacht. Met een logoprint. Ik vind het wel leuk dat je je handen zo in je zakken kan doen. Dat wordt wat relaxter. Hij in donker groen, zwart, wit. Ja, op zich vind ik hem wel leuk. Niet heel speciaal. Het enige nadeel is dat die knoopcintuur, die is heel glad. Dus die blijft niet zo heel goed zitten. Als je een knoopje maakt, moet je misschien wel echt een dubbele knoopje maken. Deze laarzen, die zijn trouwens ook nieuw. En die zijn ook van Zara. En die vind ik wel erg mooi. Die heb ik ook al eerder aangehad. Ze zijn helemaal van echt leer. En ze zijn ook nog eens een keer gevoerd. Dus ze zijn dubbel, zeg maar. En ze zakken een klein beetje af. Ja, ze zijn eigenlijk wel heel mooi. Daar ben ik wel heel blij mee. Ze hebben ze ook nog in het bruin. En ik denk eraan om die ook te kopen. Of ik dit jurkje leuk vind, dat moet ik nog even over nadenken. Ik vind de stof ook een beetje kreukelig. Kijk, en deze trek je dus zo weer los. Dat vind ik weer een nadeel. Dus ik weet nog niet helemaal zeker. Maar de laarzen die hou ik wel, want die zijn echt heel erg mooi. En die heb ik dus ook al gedragen. Nou, deze ja, tuniek jurk. Jurk is het gewoon. Doorknoopjurk ook weer met een riem eromheen. Die wilde ik al heel de tijd eigenlijk graag eens een keer in het echt zien. Want ik was hem, vond de kleur erg mooi op de foto. Had ik hem al een paar keer gezien, maar ik had hem nog nooit in het echt gezien. Nu dus wel, want hij was binnen. Het is wel een mooie stof. Mooie gladde stof. Gaat ook niet kreuken en zo. En hij past goed. Ik vind persoonlijk dat de riem een beetje op een rare plek zit. Want als je hem dus inderdaad hier om je taille doet, wat logisch is natuurlijk, dan zit het een beetje met de zakken in de... in de weg, zeg maar. Dus dat is net even niet zo mooi. Je zou ietsje hoger moeten zitten. Maar er zitten dus echt lusjes aan. Dus je kan die riem ook... Ja, je kan wel ietsje hoger doen. En je kan niet zo heel makkelijk je handen zo in je zakken doen. Vind ik eigenlijk wel jammer. Maar er zitten wel zakjes op. En hij past zowaar ook van boven. Dus dat is wel mooi. De kleurstelling is wel mooi.
Ik weet niet, ja, ik vind hem eigenlijk wel heel mooi, maar ik weet niet of ik hem echt heel vaak ga dragen. Met laarzen kan hij dus zo, maar je kan natuurlijk ook ja, wat nettere schoenen, pumps of zo aandoen. En ja, desnoods doe je er iets anders onder. Maar dat zou ik niet zo snel doen, want ik vind hem best wel netjes. Ik vind de kleur echt wel heel erg mooi, dus ik denk toch, en het is natuurlijk een slangenprint, dus dat is wel helemaal trendy. Ja, ik denk toch dat ik hem wel ga houden, maar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Nou, hier een jurk die in ieder geval zeker terug gaat. Deze is echt gewoon niet mooi. Ook een slangenprint. Ik hou, ja, deze kleurstelling van de slangenprint vind ik niet zo heel erg mooi. En hij is echt heel vreemd, want de jurk valt, ja, hij is aan de ene kant langer dan aan de andere kant. Er zit aan de binnenkant een soort touwtje, hier ergens aan deze kant, een touwtje met een knoopje. Dat moet je vastmaken. En er zit hier aan de buitenkant nog een knoopje. En nou, het valt echt helemaal niet mooi. De stof kreukelt echt aan zijn waanzinnige. Want dit is eigenlijk zoals hij bij me aankwam. Dus dat is echt heel erg snel gekreukt. En hij valt heel lelijk. Hij zit ook echt helemaal niet mooi. Ja, dus deze jurk die valt echt zwaar tegen. Maar dat geeft ook niet, dan kan die gewoon terug. Dus deze, die wordt het niet. En ja, hij staat gewoon niet mooi. Het model is gewoon heel gek. Nee, dit wordt hem niet. Nou, nog eentje die het niet wordt. Het is een rok, pantenprint. En hij is zeg maar schuin. Hij zit hier, ja, best wel open. Wrap dress, wrap skirt. Ik heb nu de rit aan de achterkant. Nou, dan zit hij niet mooi. Als ik de rit een beetje naar de zijkant doe, zit hij ook niet mooi. Ja, ik denk ook gewoon dat de maat gewoon niet zo heel goed is. Het is een medium, maar hij zou misschien ietsje mooier vallen als hij wat strakker is. Maar ook, hij valt gewoon heel gek ook weer. Pasvorm is niet mooi. En hij kreukelt ook weer heel erg. Geen fijne stof. Nee, dus deze die gaat ook weer terug. Nee, die vind ik echt helemaal niet leuk. Nee, jammer dan. Nou, deze broek had ik eigenlijk meer een beetje als grapje bedoeld. Oh, maar dit is heel lang. Anders staat ook een beetje raar. Oké, rits. Ja, het is een broek met een chain print, zoals dat heet. Een beetje ouderwetse print uit de tijd van Versace. Ik heb ze vroeger ook nog gedragen. En ja, moet ik er nou van zeggen? Ik vind hem eigenlijk op zich best wel grappig. En voor het geld hoef je het niet zo te laten, want hij is niet zo heel duur. De maat is alleen niet echt helemaal lekker. Want hij hangt een beetje hier. Hij is een beetje wijd in de taille, maar bij mijn benen wel weer goed. Dus op zich, nou ja, zou je zeggen van hij is prima. Ik vind het eigenlijk wel grappig. Hij is toch niet zo heel lelijk. Voor een geintje. En ik heb hem nu met blokhakken eronder. Maar ja, je kan hem op allerlei manieren wel dragen. Ik vind het wel leuk met iets zwarts erop. Wat vinden jullie? Niet iets om dagelijks te dragen, maar gewoon af en toe. Best leuk, toch? Ik heb even iets anders op de broek gedaan. Weer, maar rits niet dicht. Dit is een top. Ja, nee, het is een body eigenlijk. Een body en hij is meer een trui. Beetje wijde mouwen heeft hij. En hij heeft een V-halt en hij heeft dus glittertjes. Ik weet niet of je dat goed ziet. Zie je de glittertjes? Zon gaat even schijnen. Hij is nu nog een beetje warm. Maar het model is wel goed. En hij zit wel lekker. Dus ik denk dat ik die wel hou. Want ik hou van de bodies. Want die zitten altijd overal wel lekker bij. Je kan het natuurlijk gewoon heel makkelijk combineren. Dus ja, deze body met glittertjes vind ik dan wel weer mooi. Niet in combinatie per se met deze broek trouwens. Maar daar moet ik iets anders op doen. Oké, geen idee wat ik dus dacht toen ik deze bestelde. Het is een body. Ja, ik heb niet eens zin om iets eroverheen aan te doen. Met allemaal roesjes en een pantenprint. En het is echt vreselijk. Dus die ga ik snel weer uit. Want het ziet er niet uit. Inmiddels heb ik een nieuw jurylid. Hallo. Ginny kijkt ook mee en die kijkt even of ze het wat vindt. Nou, dit is een jurkje, pantenprint. Kort en strak. En aan de achterkant zit een rit. En die gaat heel lastig dicht, niet omdat die niet goed is. Nou ja, niet omdat die te strak is, maar omdat de rit een beetje hapert. Dus ik moet even kijken en even hulp vragen aan iemand dadelijk om te kijken of het alsnog dan goed zit. Want misschien is de rit wel niet helemaal goed. Ja, het is kort en het is opvallend en het is ja, strak. Het is geen jurkje voor muurbloempjes, zeg maar. Maar dat ben ik ook niet. Dus op zich vind ik, hou ik hier wel van. Maar misschien is dit net, gaat het net een beetje te ver. Ja, nee. Misschien moet ik het toch maar niet doen. Nee, ik denk het niet. Maar goed, ik kan het nog even vragen op Insta. Misschien is iedereen toch nog wel heel enthousiast. Denk het niet eigenlijk, hoor. Dus ik denk dat deze ook terug gaat. Het is wel een leuk jurkje, maar niet voor mij misschien. Dus als je het leuk vindt, bij Zara. Nou, dit is dus wat bedekter, hè. Dat is een heel pak.
Het is een ketelpak, zou je kunnen zeggen. Zo'n pak droeg mijn opa vroeger altijd als hij de tuin ging werken, volgens mij. Maar ik vind het wel heel leuk trouwens. Het is helemaal pantenprint en het is een beetje denimstof. Dus het is een beetje stugge stof. En allemaal in één stuk. Je trekt het aan door er zo in te stappen. Ik heb nu de onderkant even opgerold. En je kan dus inderdaad gewoon tailleren door de ja, ceintuur aan te knopen. Je kan je handen er zo lekker in hangen. Ik heb er nu gimp onder. Maar je kan zelf met hakken is het leuk. Of met een enkel met een laarsje eronder. Dan staat het weer wat chiquer. Ik heb er nu niks onder. Dus hij is wat dichter. Maar je kan natuurlijk ook open laten en er een hemdje onder dragen. Bijvoorbeeld of een body. Dan is hij wat, ja, ik weet niet, dan staat het wat frisser, denk ik. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik weet niet of ik hem heel vaak aandoe. Maar hij is wel gewoon echt lekker draagbaar. En ja, volgens mij flatteert hij best wel en zo. Dus ik vind hem echt heel tof. Ja, ik vind het een aanrader. En hij zit gewoon lekker. Dus je bent gelijk in één keer klaar. Alleen als je naar de wc moet, dan moet je wel het hele pak uit. Dat is natuurlijk weer het nadeel daarvan. Oké, en dan hebben we nog deze bodysuit. Ook zo'n chain print. Met een beetje bijen. Schouders, let of de schoudervullingen in zitten. Zit er niet in trouwens. En hij is van dun materiaal gemaakt. Beetje zijdeachtig materiaal, zeg maar. Het enige is dat hij best wel open valt. Hè? Dat zie je. Dus je moet er of wat onder. En, of je moet het niet uitmaken. Maar dat kan natuurlijk ook. Hij zit op zich wel lekker. Maar ik weet niet of ik het model nou zo heel leuk vind. Maar aan de andere kant vind ik het wel weer grappig. Hij doet alleen een beetje raar bij mijn mouwen hier. Misschien, ik weet niet hoe hij het hier doet. Ja, het valt op een of andere manier niet echt heel mooi. Dus ik weet niet of ik het echt leuk vind. Nou is hij ook niet zo heel erg duur, maar ik denk dat ik hem toch niet aandoe. Dus dan kan ik hem beter terugsturen. Ik heb trouwens ook de laarzen even over mijn broek heen gedaan. Om even te testen en dat werkt ook. Daar hou ik niet zo heel erg van, maar soms kan het wel eens leuk zijn natuurlijk. Of makkelijk. Nee, deze bodysuit denk ik dat hij ook weer terug gaat. Net een beetje te... Nee, niet echt leuk. Oké, en dan heb ik ook nog deze schoenen. Deze schoenen dus. Slangenprint. Pump. In een beetje roze-achtig met zwart. Ja, ik vind ze eigenlijk wel mooi. Zijn van echt leer, dacht ik, als ik het zo goed zie. En de pumps van Zara zijn eigenlijk altijd wel heel mooi. Ze blijven ook heel lang heel mooi. Ik vind deze kleurstelling toch best wel mooi. Dus kun je wel prima dragen bij andere zwarte, gewoon bij zwarte outfits. En dan ben je toch een beetje hip zonder te... Ja, ik vind hem eigenlijk wel heel mooi. Wat me trouwens opvalt, is dat meestal vallen schoenen van Zara best wel klein. En dit is maat 37 en die valt best wel groot voor mij. En ik heb altijd echt een 37. Dus ik vind dat ze wel een beetje groot vallen dit keer. En dan heb ik nog één dingetje om te laten zien. Laatste deze gimpen. Paars zijn ze, lila eigenlijk. En het zijn ja, van die dikke, lompe sneakers. Je kent ze wel, denk ik. Ik zit aan elkaar vast, dus ik moet even heel voorzichtig lopen. Ja, ik vind ze wel leuk. Maar ik vind ze ook wel heel lomp. Aan de andere kant vind ik paars wel een hele leuke kleur. En die zie je niet zo heel erg vaak. Dus ik twijfel nog wel een beetje. Want ja, ik heb al best wel veel sneakers. Ook met van die dikke zolen. En ik draag ze absoluut best wel veel. Maar het is nou niet alsof deze echt zo bijzonder zijn dat ik ze moet hebben. Alhoewel de kleur is wel heel leuk, dus ik twijfel nog wel een beetje. Ze zitten op zich goed. Ik weet niet of ze hoe lang, of ze lekker blijven lopen natuurlijk. Want ik heb eigenlijk nooit sneakers gehad van Zara. Dus hier twijfel ik nog een beetje over. Of paarse sneakers wel mijn ding zijn. Zo, dat was de passessie. Ik heb in ieder geval hier een doosje met spulletjes die allemaal teruggaan. Daar staan de schoenen nu ook bij die sneakers. Maar daar ga ik dus nog heel eventjes over nadenken. Dus misschien hou ik ze alsnog wel. Maar de rest van de dingen die ik eigenlijk heb afgekeurd, die gaan sowieso terug. En die sneakers dus misschien ook. De rest ga ik gewoon aandoen. En ik zal ze, als ik ze draag, dan tag ik meestal, dan zie je het meestal op Instagram stories wel voorbij komen. Kun je ook zien hoe ik het combineer bijvoorbeeld. En eigenlijk tag ik altijd al mijn kleding als ik iets op Instagram stories of Instagram laat zien. Want ik weet dat er altijd best wel veel mensen naar vragen. Vind ik trouwens heel erg leuk, want dat betekent dat jullie het ook al kunnen
kunnen waarderen. En nou ja, ik hoop dat jullie het toch wel even leuk vonden bij Zara. Ik zag dat er weer heel veel leuke dingen bij Zara binnenkwamen. Dus binnenkort komt er vast wel weer een shoplog. Meestal doe ik dat één keer per maand even bij Zara bestellen. En dan, nou ja, dan kijk ik gewoon wat me bevalt en wat er terug kan. Dus deze doos die gaat in ieder geval terug. De sneakers, nou ja, dat zul je dan nog even moeten zien. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat het even weten in de comments. En ook wat je het leukste vond. En ik ga ook proberen zoveel mogelijk informatie in de beschrijving te zetten. Ook bijvoorbeeld de artikelnummers en de prijzen. Als ik ze nog kan vinden. En dat helpt jullie dan misschien als je ook die producten toevallig zoekt. Dus dankjewel voor het kijken. Ik zou het echt super tof vinden als jullie abonneren op mijn kanaal. En binnenkort komen er nog meer video's. Dat heb ik beloofd. En het gaat ook gebeuren. Dus dankjewel voor het kijken voor nu en voor in de toekomst. En ik zie jullie snel weer. Dag!